Het is heerlijk weer vandaag. We horen straks of dat de komende tijd ook aan gaat houden. Maar het maakt helemaal niet uit of het nou goed weer is of slecht weer is. Want in Flevoland is altijd wel iets te doen wat gewoon hartstikke leuk is. Carle Bierman, ja. Is het Flevoland is hier. Hey. Waar ga je iedereen naartoe sturen? Ja, nou, er zijn best wel veel dingen eigenlijk te doen. Dus niet echt een hele lijn erin. Maar ik dacht, ik noem maar even een paar die eruit springen. En de eerste is de wandeling Verborgen Verleden. Dat is eigenlijk nog in het kader van Maand van de Geschiedenis. Hè, de laatste activiteit op Urk. En dat is een wandeling die je kunt doen. En je kunt je nog voor inschrijven. Dat is morgen vanaf 1:30, geloof ik. En die gaat dus eigenlijk over het eiland Urk. Ga je dan een wandeling volgen. En dan wordt de geschiedenis een beetje toegelicht. En die is natuurlijk best wel bijzonder wat Urk betreft. Dus dat kun je morgen gaan doen. Maar er is dus een gids bij. Daar is een gids bij, ja. Is onder begeleiding van een gids, ja. En in Almere morgen is weer de City Walk door Almere Centrum. En als je van architectuur houdt, is het hartstikke leuk. We hebben bekende ontwerpers zoals René van Zuuk en Rem Koolhaas. Die hebben er allemaal prachtigste gebouwen eigenlijk neergezet. En het is leuk. Ook onder begeleiding van een gids kun je dat doen. Dan kom je heel veel te weten. Heel over René van Zuuk gesproken. Van de week was er een brug in Dordrecht geopend. Werd door prinses Beatrix gedaan. En wie liep daarnaast? De ontwerper van de brug, René van Zuuk. Oh, ja. Is al meerder. Is toch wel weer grappig. Ja. Dat je die dan door heel het land ziet verschijnen, ja, met allerlei mooie ontwerpen. Ja, leuk. Ja. Dan eventjes één. Ja, ik noem hem wel even, maar hij is uitgesteld. Maar ik vind het wel leuk om hem alvast even te noemen. Op 7 november zou een voorstelling De Slapende Dijk zijn op de Knardijk. En ja, deze hebben ze moeten uitstellen. Want wat is namelijk, de Knardijk heeft natuurlijk een hele bijzondere geschiedenis eigenlijk in Flevoland. Hè. Vroeger was het echt de dijk om het water te weren. Later is dat ook als dijk nog tussen oostelijk en zuidelijk Flevoland geweest. En de laatste jaren is het eigenlijk gewoon een dijk waar eigenlijk helemaal die geen functie meer heeft. Dus eigenlijk een slapende dijk. En Jolle Roelofs, geloof ik, heet hij. Die zou daar een visualisatie doen. Dus iets van wat je kunt bekijken in combinatie met muziek. En het zou dan een soort sleuf worden van 100 meter lang en een meter diep. Verdeeld in 6 stukken. En dat symboliseert eigenlijk de geschiedenis door de periodes heen. En het zou dus zondag zijn. Maar ze hebben het moeten uitstellen omdat het graven van de sleuf, dat het te nat was, heb ik begrepen. Dus, maar het is wel heel leuk. Het is 1 of 2 keer dan op een dag. Dus houd even de agenda in de gaten. Zo niet bekend wanneer het dus. Nee, zo niet bekend wanneer het wel gaat plaatsvinden. Slapende dijk. Ja. Slapende dijk. Nou, in Noordoostpolder vond ik ook wel leuk. Win een hertengewei. Ja. En dat is in het Kuinde Bos. En daar hebben ze altijd de zandsculpturenroute. En dat is 3 kilometer lang. En er staan ook allerlei kisten op die route. En nu speciaal voor de herfst hebben ze daar een soort een speurtocht voor kinderen eigenlijk. Houden ze daar. En met allemaal opdrachtjes in die kisten. En begin november wordt dan, het is tot eind oktober denk ik nog, eind dit weekend. Begin november wordt de winnaar bekendgemaakt. Dan kun je een hertengewei winnen. Ja, hartstikke leuk. En je moet je fototoestel meenemen. Want we hebben het laatst niet gehad met jou ook over dat je daar paddenstoelenfoto's goed kan nemen. Ja, is daar ook inderdaad, ja. Ja, en dan wil ik toch nog even noemen, dit weekend is natuurlijk Halloween weekend. Hè? Dus dit weekend nog in Walibi natuurlijk, de Fright Nights en voor de kinderen de Spooky Nights. En dan ook leuk, dat is de drive-thru in Zeewolde op het scoutinglandgoed is dat. En dat hebben ze afgehuurd en dan kun je morgenavond, is dat van 8 tot 11, kun je met je auto dus dat landgoed in. En er is geen weg terug. Wie dus doet dat nou? Ja, dat snap ik echt niet. Dat zeiden wij ook al vanmiddag. Echt, als je die foto ook ziet, ook denk je van, nee, dan kom je nooit in mijn leven uit. Afschuwelijk. Schrik je dood, ja. Dat is er één. En dan hebben we nog eentje, Outdoor Park Sec in Almere. Daar heb je een spookwandeling. Dat doen ze al jaren. Inderdaad, daar kan je ook het bos in het donker. En dat is ook natuurlijk heel spannend. En ook voor de kleintjes. Maar die moeten wel even een papa of mama, denk ik, meenemen. Als ze durven. Ik durf het al niet eens. Dus, en dan tenslotte de Halloween Run in Almere. Nou, is ook een jaarlijks iets. Nou, dat lijkt me ook vreselijk.
Wij zijn meer van het Pasen, volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Ja, precies. Ja. Dus rennen en marathon doen of iets. En je rent vanzelf hard, denk ik. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja. Nou, genoeg te doen. Ja. Dan kunnen we het allemaal weer teruglezen. Op visitflevoland.nl. Carla, dankjewel weer.